De Zeeuwse politie is te weinig zichtbaar in de buurt. De agenten hebben te weinig contacten en als ze ter plaatse zijn, dan komen ze hun auto niet uit. Dat vinden de Zeeuwen over hun politiemensen volgens een landelijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, kijk, het is een uh, het is gevoelsaspect wat met name in dit onderzoek naar voren komt. Maar in die zin moet ik er wel naar luisteren en dat wil ik dan ook graag. Ik wil de Zeeuwen en de bevolking van Zeeland het gevoel geven dat wij daar zijn waar dat nodig is. Al betekent dat niet per definitie dat de agent bij u over straat loopt. Volgens de politie kan het contact ook prima via bijvoorbeeld Twitter. U moet het ook zien in het licht van 2013. De politie is daar waar het nodig is, binnen de capaciteit die toebedeeld is aan het district Zeeland. En dat betekent dat wij met het bouwen van een nieuwe politiekorps, waar we nu druk mee doen zijn, ook op andere manieren die aanwezigheid garanderen. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan het gebruik van Twitter. Wijkagent in de wijk die ook twittert. Relatief veel mensen zijn hier boven de 50. Bent u dan niet bang dat u misschien te veel op die social media afstuurt? Dat we toch die agent die door de wijk fietst gaan missen? Nee, maar de slogan is dus ook van: wij gaan u helpen. Dus dat betekent dat we u gaan verwijzen naar die mogelijkheden die er zijn. Maar is het nou zo dat het niet anders kan, dan is het zo dat wij ter plaatse komen en ook daar uh, dat contact hebben met die burger. Maar dat kan niet in alle gevallen. En ik hoef u ook niet uit te leggen hoe groot Zeeland is. Ook al ziet u ze dus niet, op Twitter is Oma oomagent altijd paraat.